En over de militaire coup van 1980 bestaan er twee theses. De Falk-these en de Suriname-these. Het verschil tussen deze twee theses beschrijft onderzoeker Ellen de Vries in haar boek Hans Falk over een Nederlandse kolonel en een coup in Suriname. De Vries geeft aan dat volgens de Falk-these de Nederlandse kolonel Hans Falk het brein was achter de staatsgreep van 25 februari 1980. De Suriname-these geeft aan dat de coup door Surinamers zelfs is geïnitieerd en uitgevoerd. De Vries geeft aan hoe de Falk-these eruit ziet. Falk Bouterse de plan Zwarte Tulp gaf, dat is vrij dubieus wat ik al zei. Zwarte Tulp was een evacuatieplan, geen coupplan. De afscheidsreceptie, geen onomstotelijk bewijs van Falks betrokkenheid bij de coup. De verhalen zijn vaak terug te voeren tot dezelfde bronnen. Falk heeft steeds gezegd, ik bood een luisterend oor, wilde erger voorkomen. Maakt dat Falk onschuldig is? Hij wekte bij militairen in elk geval de indruk, ik steun jullie acties. Hij had zeker geen advies mogen geven over de formatie. En dat zijn optreden geïnterpreteerd werd als aanmoediging is politiek op zijn minst natuurlijk heel onhandig. Ik denk dat de persoonlijke tegenstellingen binnen de missie tussen Falk en opvolger Maarseveen, ook tussen Falk en de ambassadeur Veglin, een hele belangrijke rol speelde in deze hele kwestie. En ook de animositeit tussen Elstak en Falk. De Vries vindt het opmerkelijk dat men steeds terugkomt bij bepaalde bronnen. Tijdens een boekpresentatie gisteren in het Nationaal Archief zei ze dat de meeste bronnen die zij is tegengekomen de betrokkenheid van kolonel Hans Falk bij de staatsgreep ontkennen. Ook zegt ze dat Surinaamse militairen hebben aangegeven dat Hans Falk geen plan heeft geleverd voor de coup. Van ontkende destijds, het zijn vooral bronnen uit het rapport Pronk van 1984, dat dankwoord dat daaruit Falks betrokkenheid bij de coup zou blijken. Onder andere Veglin, de ambassadeur, zei dat. Jammer is dat de letterlijke tekst niet bewaard is. Dus het blijft altijd moeilijk om goed onderzoek te doen naar dit soort dingen. Opvallende is dat anno 2020, ik heb Hakemat hier nog eens nagevraagd, dat hij zei, zonder Falk zou die coup ook wel hebben plaatsgevonden. En in kringen van Surinaamse coupplegers klinkt vaak het geluid, Falk heeft geen plan geleverd. Er zijn zelfs meerdere Surinaamse militairen die dat coupplan claimen. De Zanderijgroep onder leiding van Rampokus, Mijnals, Bouterse, Horp. Falk, dat is wel interessant, zelf wijst in een defensierapport naar oud-officier minister Michel van Rij als coupadviseur die dat ook bevestigde. De meerderheid van de militairen ontkennen in het rapport dat Falk een rol heeft gespeeld, maar ook daar weer ambiguïteit, geen directe betrokkenheid, maar Falk stimuleerde volgens een aantal Surinaamse militairen tot actie. En dat wekte de indruk dat Nederland de coup niet zou veroordelen. De Vries zegt dat er weinig onderzoek is gedaan naar de Suriname-these. Ze is de mening toegedaan dat de Suriname-these van de coup van 1980 wel degelijk onderzocht moet worden.